Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Ik ben 25 jaar geleden samen met een compagnon een muziekwinkel begonnen. Eerst als postorder en later een winkeltje erbij. Het bestaat nu 24 jaar en we zijn sinds een klein jaar verhuisd naar een groter pand. Dat komt eigenlijk omdat de vinyl zo opgekomen is en oorspronkelijk waren we voornamelijk een cd-winkel. Hoe denkt u dat het komt dat de vinyl en al die dingen van vroeger zo terugkomen? Spijkerjekjes zijn weer in inderdaad, de vinyl wordt ook weer helemaal op en top. Altijd is het al geweest dat er een golfbeweging is in wat er modern is, zij het in een iets ander jasje. Vinyl is daar ook een onderdeel van. Mensen willen terug naar oude dingen van vroeger en dat in een andere vorm. En die andere vorm is dan zeg maar dat er downloads bij zitten, mooier verpakt. Dat was natuurlijk altijd al, alleen dat is een beetje op de achtergrond geraakt door de cd. En doordat het nu weer op LP is, hebben ze er een nog mooier artwork van gemaakt. Dat heeft tot gevolg dat de prijzen ook wat duurder zijn dan vroeger. Ik was vroeger al met muziek bezig vanaf ongeveer 66, 67, toen ik een jaar of 10, 12 was. En ik vond het altijd reuze interessant om ook achtergronden te lezen en te ontdekken. Zoals achtergronden van artiesten, maar ook van de platenmaatschappij, de reclame erin, et cetera. Heeft u dan ook een bepaald genre waar u het meest in geïnvesteerd heeft hier? Of waar u gewoon de meeste voorkeur voor heeft? Mijn eigen voorkeur vind ik in principe niet zo belangrijk. Ik vind het wel leuk om mensen te adviseren natuurlijk. Ik ben heel breed georiënteerd, ik vind niks te gek. Ik heb vroeger een café gehad en daar draaiden we ook Willy Alberti en André Hazes. Maar ook Pink Floyd en echte rockmuziek. Dat heb ik nog steeds in mijn achterhoofd dat belangrijk is wat de klant graag wilt. Dat hij dat kan kopen en beluisteren natuurlijk. En ik vind het belangrijk dat ik mensen van advies kan dienen van dingen die wat minder voor de hand liggen. Als men daar behoefte aan heeft en voor open staat. Ja, heel erg gevarieerd inderdaad. Ik zeg altijd maar zo, er zijn geen slechte genres, alleen slechte nummers. En elk genre heeft wel iets moois te pakken. Ja. En binnenkort komt ook de Record Store Dede aan. Ja. Bent u van plan om daar nog groot voor uit te pakken of iets te organiseren? Wat we elk jaar doen met Record Store Dede is een aantal in-stores. En we hebben natuurlijk de special releases, daar kopen wij een aantal items van in. Heel selectief, want in basis ben ik begonnen als een rootswinkel, de naam zegt het al. En dat houdt in dat we alles doen op gebied van wereldmuziek, folk, country, blues, Americana, folk, oh, dat zei ik al. En ook alles wat daaraan gerelateerd is, dus ook mijn eigen roots, de jaren 60, de jaren 50 en de jaren 70. Nou, heel fijn, heel erg bedankt voor het interview. En heel veel succes natuurlijk met deze mooie winkel. We schakelen nu over naar Poppodium Phoenix, waar Rinse klaar staat met Awash. Ja, we staan ondertussen op het podium met Awash. Welk nummer wil je doen? Purpose of Life. Zijn jullie klaar voor? Ja, heel zeker succes. Weten. Heel veel succes. Dankjewel. What's on your mind? Nothing there. Stop talking to myself. Can you believe it? 'Cause oh, I'm feeling right. 'Cause oh, I'm feeling great. For the first time, I'm high like a bird. Don't dream. 'Cause I am dancing.
We staan bij het Heigend Hert. Het is zondag 25 februari 2018. In het Heigend Hert vinden twee keer per maand jam-sessies plaats. En dat is interessant genoeg om eens aan Marcus van Katwijk, de eigenaar, te vragen het hoe en het waarom. Waarom jam-sessies? Nou, we doen eigenlijk al heel lang jazz. En de jam-sessies zijn vooral bedoeld om mensen mee te laten doen aan jazz. Maar wel met een beetje niveau. Het is wel zo dat het niet een jam-sessie is waar iedereen mee kan doen. Maar je moet wel een klein beetje niveau hebben. Wij doen dit al 48 jaar. Zelf dus pas sinds 88. Maar het café is al 48 jaar met jazz bezig. Als sessieleider is het de bedoeling dat de georganiseerde chaos een klein beetje orde gaat krijgen. Want het mooie van een jam-sessie is dat eigenlijk niks voorbereid is. Mensen hebben hun eigen kennis van thuis. En die komen bij elkaar en dan gaan als het ware voor de eerste keer echt samen spelen. Ja, waarom is er bewust voor jazz gekozen? Wij neigen al naar jazz omdat we dat een hele mooie muziekstijl vinden. En vooral moderne jazz. En je hebt creativiteit nodig voor jazz. Het is niet dat je het zomaar van een papiertje kan afspelen, maar je moet dus echt werkelijk gewoon creatief zijn. En samen, de samenwerking tussen muzikanten bij jazz vind ik erg leuk. En dan vooral moderne jazz. Ja, we zitten hier bij Awash, mannen. Leuk dat jullie bij ons in de studio zijn gekomen. Dankjewel. Hoe is het met jullie? Eigenlijk wel extreem goed. Ja? Ja. We hebben best wel stiekem hard gewerkt aan allerlei dingen. We hebben crowdfunding opgezet om een nieuw album te kunnen maken. En de opnames en het mix is allemaal klaar. En het ligt nu eigenlijk bij de perserij. Dus wij zijn wel relaxed nou. Dus de crowdfunding is zeg maar zo goed gelopen dat jullie gewoon een album gaan lanceren binnenkort? Ja, op 20 april. In Grand Theater Breda. Dan is Grand Theater Breda. Ja, een heel mooi pand. Er zit nou een boekwinkel in. Hè. Fantastische plek voor muziek ook. En daar gaan wij onze release doen van ons album. Dus wij nodigen ook iedereen uit om daar om lekker te komen kijken die avond. Op een vrijdag. Ja. En even voor de mensen die niet weten, wat voor soort muziek maken jullie? Melodische gitaarpop heet het. Dat is de stempel die we dus het liefst zelf opgeven, omdat dat geeft meer weer dan alleen zeggen dat je pop speelt of alleen zeggen dat je rock speelt. Men weet ook wat het dan niet is. Ja, wat trok jullie aan in de muziekwereld eigenlijk? Waarom wilden jullie muziek gaan maken? Moet ik even graven. Waarom wilde ik dat? Voor de meisjes? Nee. muziek is mijn hele leven al aanwezig geweest, op welke manier dan ook. Als klein manneke in de fanfareband gespeeld, maar dan op een trommeltje. Dansen, indirect of direct, altijd al met iets met muziek gehad. En uiteindelijk ben ik als bassist dan verder gegaan. En heeft dat heel serieuze vormen aangenomen. Dus muziek is gewoon een belangrijk deel in mijn leven. Daar kan ik heel veel op kwijt. Creativiteit, energie. Ik krijg er energie van. Dus het is gewoon, als muziek er niet zou zijn, zou mijn leven echt een heel ander beeld vormen. Ja, muziek is dat. Of jou? Nou, als klein mannetje ging ik altijd al met mijn hoofd zo in mijn kussen bonken. En dan mijn radio met cassettebandje hard aan. En dan was ik eigenlijk al aan het dromen van... Ja, daar was ik al mee bezig dat ik op dat podium wilde staan. Ik verbeeldde me dat ik degene was dan die op dat podium stond. En ja, toen luisterde ik nog heel wat andere muziek, een beetje punkachtig. Nou, dat doen we nou helemaal niet meer. Maar op allerlei manieren kan je met muziek bezig zijn. En uiteindelijk werd ik een keer gevraagd om in een band te komen zingen. Ja, dat heb ik nooit meer losgelaten, ja. Ja, want hoe zijn jullie eigenlijk met z'n allen bij elkaar gekomen? Hè? Want jullie band bestaat uit 5 man. Kennen jullie elkaar al of is het gewoon een beetje toevallig dat jullie bij elkaar kwamen? Een opeenstapeling van events is het eigenlijk.
Geert heb ik leren kennen in een sportschool. Daar zijn we aan de praat geraakt en ik zeg van joh, kom even langs een keer, even iets met muziek doen. Ja, daar sporten eigenlijk best wel, er waren heel veel muzikanten die daar eigenlijk sporten. Dat was opvallend, dat was in Tilburg. En dan werd veel over muziek geluld. Ja. Dus op een gegeven moment liet je daar ook demo's horen van elkaar en we gingen op een gegeven moment opnemen. Ja. Je had een gitarist. Ja, dat is wel. Want ik kon toen nog geen gitaar spelen, maar ik had wel ideeen. Toen is Maarten... De gitarist is erbij gevraagd. Die heeft de eerste gitaartracks ingespeeld. En zo zijn we met de opnames begonnen. Ja. En uiteindelijk hebben we na veel omwegen Bertwin gevonden, de drummer. En die, een auditie dan? Ja. En die, nou, de, ook een hele geschikte kerel. En als allerlaatste is daarbij gekomen, maar dat is ook alweer op 10 jaar geleden. Ja, op een advertentie die we hadden staan. Op een advertentie gereageerd. En die had ik eigenlijk niet afgehaald, want we dachten, ja, we hebben helemaal geen toetsenist meer nodig. En toen reageerde hij alsnog. Ja. En toen dachten we ook, ja, die moet erbij. Ja, het is inderdaad gaaf met dat instrument. En toffe kerel ook. Ja, als ik nog één ding mag vragen, van, waar zouden jullie het liefst optreden? Of op wat voor manier? Ja, ik weet, toetsenist die zegt al Pinkpop, Pinkpop. Dus ja, dat zal tof zijn. Ja. Podium 4 Pinkpop. Of podium Paradiso, 1. Nou mannen, ik wens jullie heel veel succes met de release. En we gaan zo meteen naar een nummer nog voor jullie kijken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst naar de Popdokter met Hans Kopier. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Popdokter. Deze week gaan we het hebben over de Nederlandse bands met een mannenbezetting. Met versterkte muziek begint de Nederlandse muziekgeschiedenis in de jaren 40 en 50 met de Tielman Brothers. My little bird up in the tree, how beautiful you sing. Zij begonnen met muziek maken in een pension aan de Baronielaan in Breda. De grootste nog bestaande rockband van Nederland is natuurlijk de Golden Earring. Sinds 1965 scoren zij hits, met als hoogtepunt het wereldwijde succes met Radar Love in 1973. In de jaren 70 was er ook succes door Focus, met de kenmerken dwarsfluitenklanken van Thijs van Leer. De meest succesvolle band van dit ogenblik is Kensington met de hit Zoals War. En tot zover weer een nieuwe aflevering van deze Popdokter. Oké, beste kijkers, dit was het alweer voor vandaag onstage. Heb jij net als deze 5 mannen ook een muzikaal talent? Stuur dan even een mailtje naar het onderstaande e-mailadres en misschien dat we jou in de volgende uitzending terugzien. Voor nu bedankt voor het kijken en we gaan even knallend uit met een nummer. Wat kan het nummer gaan worden? Nummer is Home. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Poppodium Phoenix. Breda Nu. Je weet het meteen.